Vertel maar. Ja. Zeg jij maar. Niet? Nee. Hallo iedereen, we zijn er vandaag weer met Daphne en we gaan weer Japans snoep maken. En wat gaan we vandaag maken? Wat zijn dat? Donuts. Donuts gaan we maken. Ga jij de doos openmaken? Ja. Maak hem maar eens even open. Ja. Kijk eens. Ah, en dan moet die geknipt worden. Zo te zien is ook meteen een placemat. Dus even voorzichtig knippen. Zo. Dus eens kijken wat er allemaal in zit. Kijk jij maar dan wat er allemaal in zit. Wat zit er allemaal in? Alles zit erin, mama. Kijk, zo de future zit erbij. Er zit van alles erin, hè? Met de figuurtjes bij. Ja, hoe het moet maken staat erop. Zie je dat? En een sticker. Hier zitten geen stickers bij. Er hoeven er ook geen stickers bij. Het is toch om op te eten. De stickers moet eraf halen. Het is van papier. Oké, wat zit er allemaal bij? We gaan eens even kijken. Wat heb je er allemaal bij gekregen? We hebben een bak gekregen die we zo te zien moeten knippen. Zullen we eens even knippen? Over de lijntjes heen. Gaan we donuts maken? Ja. Ik ben wel heel benieuwd hoe ze smaken. Jij niet? Donuts die niet in de oven hoeven. Nee. Het is wel een beetje gek, hè? Oké. Okay. Zo. Oké, er zitten dus pakjes bij om te mixen. Vormpjes. Een spuitzakje zo te zien. Snoepjes. Snoepjes. Nog niet openmaken, hè? Nee. En meerdere kleuren zakjes. Kijk, dan een zakje zit erbij. Nou, we zullen even gaan lezen wat we dan moeten doen. Ik kan heel goed lezen. Kun jij goed lezen dan wel? Oké. Wil je bolletjes maken? Moet je maken? Kijk. Bolletjes eerst. Nou, we hebben dus al water staan. We hebben onze handen gewassen, hè? Ja. Gaan we nog een beetje alcohol gebruiken natuurlijk, want we gaan snoep maken. Dus jij ook? Kom maar handen ervoor. Poetsen. Even poetsen. Zo. Nou. Rianne. Is het weg? Nee. Dat gaat vanzelf weg. Even kijken, zo te zien. Hier staat erop dit schaaltje. Dus met het muzieknootje moeten we dus vullen met water. En daar gaat dan de poeder bij. Nou, we hebben ons kleine bakje, die is hier. We hebben hier ook al een beker met water. Check. Check. 1. Moet ook er kleurtjes bij. Doen we zo meteen nog. Zullen we eerst een deeg gaan maken? Ja, en dan deze spaat. Okay. Rood. Ik heb eerst het gele zakje zo te zien nodig. Dus die grote gele zak. Ja. Ja, dankjewel. Oké, gaan we openknippen. Gaan we het bij doen? Ja, check. Oké. En dan gaan we mixen. Dat doe ik wel. Kan ik heel goed mixen. Doe jij zo meteen de poeder maken, de glazuur maken, doe ik nou het deeg maken. We zullen zien, is dat wel moeilijk. Zie je? Hey, het lijkt op snoepjes. Dat is ook de bedoeling als je snoep maakt. Ga ik proeven? Zo meteen. Moeten we proeven? Zullen we beloven dat we gaan proeven als het klaar is? Hé, nee. En de bakjes. Ja. En de figuurtjes. Ja. Voor donuts te maken. Ja. Het ruikt wel echt naar donutdeeg. En dan deze zakjes. Bruin, blauw, rood. Paars. Ik ben benieuwd wat allemaal voor is. Van? Ik heb namelijk geen idee. Geen meer? Nee, ik heb geen idee. Oh, er zijn nog meer snoepjes. Nog meer snoepjes. We gaan toch donuts maken? Ja. Er zijn toch snoepjes. Oké. En kan wij je opeten?
Zo te zien moeten we deze in twee bolletjes verdelen. En hier was het placematje, maar die rolt zich wel uit. Doe hem even zo neerzetten. Dit is ook echt deeg. Zie je? Moeten wij delen met de bolletjes? Verdelen over bolletjes. Nou. En dan de zakjes bij. Hm? En dan ga ik openmaken. Wat? Zometeen. Wat zullen we dan eens die nog maken? En dan deze kleine zakjes. Dat ga ik wel doen. In figuurtjes. Dan hebben we dus twee bolletjes van het... Verdelen. Deze deeg, zie je dat? Ik ga hem even schoonmaken. En dan gaan we bruin deeg maken. Zullen we bruin deeg maken? Ja. Nu bruin. Ga ik openmaken. Ja, ga jij hem opknippen? Ja. Knip open. Doe maar, voorzichtig. Goed zo. Zoals een klein beetje van het deeg opzij leggen om nog de versieringen mee te maken. Voorzichtig. Ja. Een beetje zit erin. Heb je wel alles erin? Hey. Wat chocolade. Die ruikt ook echt als chocolade. Ruik je dat? Ja? Lekker. Lekker. Even kijken. We moeten ook nog glazuur hebben. Ja. Dat denk ik wel. Ik heb alle kleurtjes van zuur maken. Glazuur. Deze zijn zuur. Glazuur, schat. Zijn zuur. Deze zijn klein. Deze zijn paarse zijn sloepjes. Hm? Paarse zijn sloepjes. En deze. En deze zijn suiker. Snoepjes. Zijn dezelfde. Ja, het zijn andere snoepjes. Voor de versieren zo meteen. Zie je zo meteen wel als het klaar is. Nou. En een spuitje. Ja. Spuitzakje. Voor te versieren. Oké. Okay. Even dichtkleed nog een beetje. Klein beetje aan de kant houden. Hè? Zo. Nu kan wij op het doen. Ja, dus twee vormpjes maken. Zo. Wil jij hem erin duwen? Ja. Doe maar erin. Ik doe het duwen. Duw maar erin. Goed erin duwen. Zie je, goed zo die het midden losmaken. Zie je? En als het een beetje over is, moeten we een beetje eraf halen. Kijk. Doen we zo. Mag ik even proeven? Zo meteen hebben we het toch nodig voor het versieren. Doe als ik klaar zijn, gaan we proeven, oké? Even mama wel even een klein bordje pakken. Doe jij deze hier erin duwen? Doe er maar in duwen zo. Ja. Voorzichtig, hè? Doe maar daar. Doe dat? Ja, erin duwen. Er ook helemaal mee. En een kaartje doen. Lukt het? Heb je hem erin? Nou, goed van jou. En een bochtje. Ik ga hem heel klein beetje erbij doen, zegt hij. En deze erbij? Ja, dan gaan we zo meteen de glazuur maken. We gaan eerst even de donutjes maken. Kijk, voor hem eruit krijgen. En kijk zo. Doe. Voorzichtig eruit halen. Oh, mama had het even kapot. Wil ik hem proeven? Nee, we moeten het eerst versieren. Even opnieuw proberen, schat. Ik ga het niet doen. Komt goed. Even wachten, mama. Ja, dat is zo goed, Daphne. En een bloemetje. Ik ga de zakjes openmaken vast. Zometeen. Mag ik nu openmaken? Nou, kijk, dat is de eerste donut. Kijk, mam, eruit krijgt. Ja, kijk, oh, zie je?
Wil je nog twee maken? Nee. Tuurlijk wel. Ga jij zo met een glazuur maken? Doen we eerst eventjes de donuts maken en dan mag jij zo met het glazuur maken. Is dat een deal? Ja. Zou jij even doen? Wat moet ik even doen? Ja. Ik ga ze maar maken. En de bloem. En de rondje komt nou. Chocola. Ja. Ja. En de rondjes. Rond. Nu zijn ze klaar. Nou, dan gaan we eerst de vliegplutsen versieren. Ja. Welke gaan we als eerste maken? Eens even kijken wat erop staat. Er staat tussenop. Oh ja, kijk zo, de vormpjes. Oh ja, kijk, één dingetje van water moet erbij voor de saus. Oké. Okay. Nou, gaan we eerst de... Ik ga het wel openmaken. Ja, doe maar rustig aan. Het is zacht. Dat kan. Eén dingetje water. Zo. Knip hem open. Dan gaan we ze even sieren. Kom maar. Dat is goed. Mama, dan ga ik het chocolade maken. Het ruikt allemaal heel lekker, hè? En de ronde kleur? En de ronde kleur, dat? Dit wordt denk ik chocola, zoals ik het zie. Kijk je? Mag ik hebben? Ja. Doe maar. Doe maar roeren. Goed roeren. Klaar. Ja? Is heel helemaal goed dan? Ik zie nog poeder. Moet je beter mixen, schat. Ik denk dat er een beetje meer water bij moet. Ja. Zo. Wat ga ik even doen? Even goed alle randjes alles pakken. Even goed roeren. Kijk dat het sausje wordt. Ja, zie je? Oeh, chocolade. Het ziet er lekker uit, hè? Ik kan het lekker opeten. Eerst gaan we versieren en dan gaan we daarna gaan we lekker opeten. Oké, nou gaan we hem versieren. Even kijken. Met snoepjes. Met snoepjes. Zometeen. Even witte glazuur. Kijk. Gaan we zo een pandaatje maken. Hier. Deze van het pannetje. En een roze komt. Doen we snoepjes op en maken die hele snoepje erop? Ja. Nou, er zitten allemaal kleuren snoepjes bij, hè? Moet ik eerst openklippen? Doe maar. Ik kan heel goed openklippen. Goed van jou.
Zo, kijk. Hij komt niet eruit. Heb je hem niet opengeknipt? Moet ik opnieuw doen? Heb je hem niet opengeknipt? Nee. Nou, de chocolade gaan we hierin doen, hè? Oh, wat lekker. Ja, oh, wat lekker. Ziet er lekker uit? Ja. Doe ze maar alle vier in. Dan kun je kijken wat voor snoepjes het zijn. Oh, chocolaatjes. Kluspie dingetjes. Nee. Op. Zo, even de chocoladesaus in het zakje. Kijk. Oh. Het versieren. Doe ik in een figuurtjes. Doe we zo meteen op de figuurtjes. Ik moet heel schattig maken. Mag ik een klein puntje eraf kippen. Goed. Ik ga een pannetje ervan maken. Ja. En dan? Die ga ik versieren, ja, natuurlijk ook. En wat deze maken? Mm-hmm. Ga jij de snoepjes op doen? Ja. Kijk. En deze? Die ga ik ook doen. Wat moet ik erop doen? Zullen we erop doen? Wacht, mama, mama weet wat ze doen. Kijk, ga jij snoepjes op versieren? Nee, kan ik niet. Kun je dat niet, natuurlijk wel. Kom maar, kom maar. Doe jij de snoepjes erop, kijk wat jullie doet. Kijk, doe je zo op je hand. Kijk, en doe je zo. Snoepjes erop zo, kijk zo. Doe maar ook maar bij die. Die twee moeten ook nog, doe maar. Ja, goed zo. Zie je wel dat je dat kunt. Ja? Nee. Lukt het? Deze moet ook. Kan een beetje op de oortjes. Doe op de oortjes. Ja. Daar ook. Doe maar. Zo klaar? Is het klaar? Ja. Nu gaan wij opeten. Ik ga er even een foto van maken, dat we ze zien. En dan mogen we ze, dan gaan we ze testen. Dan gaan we opeten. Dan gaan we ze opeten. Okay. Op de eten. Nou, welke gaan we testen, Daphne? Deze panna. Deze panna? Moet je de munt snijden? Ja. Ja? Oké. Okay. Handen midden doen. Oeh. Oké, pak maar. Moet je vorkje hebben? Lepeltje hebben? Ja. Pak maar. Lepeltje. Ik wil deze proberen. Die ziet er lekker uit. Nou. Proost, Daphne. Ik wil graag een pannen, maar ik wil een vorkje hebben. Een vork. Ga pakken. Het smaakt wel echt zoals een donut. Grappig. Nee. Alleen waterig. Wil je proeven? Het smaakt... En vind je ervan? Hoe vind je het? Ja. Lekker. Ja? Smaakt het naar een donut? Vind jij? Ja. En vond je het ook leuk om te doen? Ja. Ja? Zo, ik ga deze ook opeten. Ja, doe maar. Nou, wat is jouw oordeel, Daphne? Is het leuk om te doen? Moeten ze het zelf ook uitproberen? Ja? Het is leuk om even te knutselen, hè? Ja, je proeft natuurlijk dat het van water gemaakt is. Dat het heel waterig is, maar... Vries uit een pakje komt met een beetje poeder. Mm-hmm. Smaken ze lekker. Delen, pap ook zo doen. Ik pak deze.
Nou, we hebben hem dus net geprobeerd en we vonden hem lekker. 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 Je proeft natuurlijk wel dat het met water gemaakt is. Ik bedoel, het blijven snoepjes, maar het is wel leuk om even te doen, hè? Ik vond vooral de chocolade het lekkerste. Welke vond jij het lekkerste? De witte? Ja. Met de roze? Oké. Okay. Nou, dank jullie wel voor het kijken. Zeg maar doei tegen iedereen. Doei. Nou, we gaan nog meer van die leuke setjes proberen als jullie dat leuk vinden. Dank jullie wel voor het kijken. Abonneer je op mijn kanaal als je nog andere leuke filmpjes wil zien. En of leuke filmpjes met Devonie natuurlijk. Zeg maar, doei iedereen! Doei iedereen!